college had het idee, we sluiten het dorpshuis, de Griffioen. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Ja, dat hebben we vanavond een beetje geschetst, dat we toch een heel uitgebreid proces gehad hebben van vele gesprekken met het bestuur van de dorpsvereniging en het dorpshuis, met de bewoners. En op grond daarvan hadden we eigenlijk een besluit genomen. Wat vind je van het plan om het dorpshuis te sluiten? Nou, dat vind ik heel ernstig. Ik vind het dorpshuis heel belangrijk voor de gemeenschap. Ja, ik vind de plannen vind ik erg kort door de bocht. Ik kom er in eerste instantie, ik kan me er nog steeds niet in vinden. Ik ben een lid van de evenementencommissie en wij zijn van plan ontzettend veel activiteiten in te plannen om de leefbaarheid van ons dorp te vergroten. Het moet toegankelijk zijn, de verbinding zoeken tussen verschillende leeftijdsgroepen binnen het dorp, zeg maar. En als ik zie hoe leuk het is als er activiteiten zijn voor kinderen, dan vind ik het heel belangrijk dat het dorpshuis wel blijft. We hebben inderdaad het Sinterklaasfeest organiseren met een hele hoop. Er komen nu 120 kinderen, dus dat zeg je toch een hele hoop. Ik denk dat het beeld wat de gemeente heeft van wat voor activiteiten hier plaatsvinden, dat dat niet reëel is. En dat de juiste mensen niet gehoord zijn en dat het misschien nu gebaseerd is op niet voldoende feiten. Stel nou door dat dorpshuis dicht zou zijn, hoe zou het er dan hieruit gaan zien? Ja, dan weet ik niet hoe het eruit gaat zien, want waar gaan we dan onze activiteiten houden? Dat durf ik je echt niet te zeggen, want dan zijn we wel een pand kwijt. Want de brug, dat is bij de kerk, daar zitten ook vaak mensen in. En de Meulenwei, wat ze aankaart als alternatief. Daar zitten ouderen, die zitten vast nu op alle harde muziek te wachten en knalfeestjes en Sinterklaasfeestjes van de kinderen. Ervan uitgaan, en dat is mijn standpunt, dat je gemeentes of wethouders niet zo ver krijgt om een concrete uitspraak te doen, had ik in ieder geval tot doel, en dat heb ik wel bereikt, om aan tafel te gaan met de wethouder, om in ieder geval de inzichten, waarvan ik vind dat ze er nu niet zijn geweest of niet zijn meegenomen bij die beslissing, dat die wel weer op tafel gelegd kunnen worden. En ik begrijp dat jij de gemeente wel gaat laten weten dat er heel veel activiteiten komen. Onder andere ik, maar samen met mij nog heel veel mensen uit deze gemeenschap. Wat gaat er nu verder gebeuren? Ja, er is een heel duidelijk verzoek aan mij gedaan. Namelijk of het dorp met een goed plan mag komen en of ik daar dan serieus naar wil kijken. En daar heb ik ja op gezegd. Want ik vind dat als er een goed plan is en als mensen zo betrokken zijn als vanavond, dat ik daar zeker serieus naar wil kijken.